En hier een welkom bij een nieuwe commentary. We spelen vandaag weer Minecraft Feed the Beast. En ik heb van jullie vandaag iets cool te laten zien. Op dat grote ding niet opletten, ik was even iets aan het uittesten. Ik ben nog altijd iets aan het uittesten. Ik vond het hier zomaar wat leeg, dus heb ik gewoon een filler gebouwd. En heb ik die een gigantische piramide laten bouwen. Dit zijn twee igneous extruders en een engine, dus dit ding gaat mij gewoon een piramide bouwen. Ik vond dat wel cool en zo, dus ja, het is niet dat ik er daar iets van moeite moet insteken. Eén solder en één electrical engine. En ja, alleen ik vind cobbles nog. Maar anyway, wat we vandaag gaan doen is het volgende. We gaan eerst even een kijkje nemen in onze gloednieuwe gebouw. Dat jullie op mijn minimap zien jullie. Oh, chill, dit ding verandert als je onderdeel zet. Dus anyway, hier hebben we dus cobblestone, hier hebben we overal glas. Volgens mij, mijn turtle hangt daar nog altijd ergens. En hier, dit wordt mijn nieuwe storage systeem. Pneumatic tubes, allemaal barrels. Een chest hier. Dus anyway, dit is een chest die aan mijn quarry staat. Die ik nog moet activeren. Die wordt leeggehaald. What the fuck? Het wit is voor cobblestone en dirt. Dat gaat in de recycler. Dat wordt uit de recycler gepompt naar deze chest. En zoals jullie wel weten, komt deze chest uit aan mijn mass fabricator bij. Dus de scrap die hieruit gaat, gaat in mijn mass fabricator dan later. Alle andere dingen gaan langs hier. Ja, ik ben te lui om een iron pipe te zoeken, dus steek ik dit vol gewoon. Alle andere dingen gaan langs hier en die gaan hier in een relay, dat die dingen dan eerst hier in deze barrels probeert te steken. En als deze allemaal vol zitten, in deze barrels hier. Maar dat gaan we dus eerst maken, zo'n relay, dan weten jullie dat ook weer. Pneumatic tubes heb ik vorige week laten zien, denk ik, hoe dat nu juist zit. Dat waren gewoon brass ingots met stuff. Met glas ertussen. Dus anyway, een relay maak je met cobblestone, planken, een red doped wafer, een transposer en een buffer. Wat is een red doped wafer? Dat is een alloy, een legering is de vertaling tussen van silicon wafer en redstone. En dat maak je door een silicon boule met een diamond handsaw in twee te snijden. En dat krijg je door kool en zand te alloy furnacen. Dat is niet echt een werkwoord, maar kom. Dus anyway, deze hebben we dus al. Wat hebben we dan nog nodig? Een buffer. Dat is met planken en iron bars. Dus niet zo heel moeilijk. Als je planken hebt. We hebben nog net genoeg planken voor dit ding, denk ik. Ja, oké. Boom, één buffer. Check. En dan hebben we ook nog een transposer nodig en dat maak je met cobblestone, piston, plank en redstone. Dus redstone, piston, plankjes, plankjes. Oké dan. Ja, ik ben mijn beste vriendje kwijtgeraakt, mijn turtle. Hij is opgegeten door een boom. Hij hing hier op deze plaats en ik had al saplings geplant. En ja, toen ik terugkwam kijken hoe het met mijn turtle was, stond hier een boom. En mijn turtle was weg. Hij heeft het zien gebeuren en hij is nog altijd getraumatiseerd. Kijk, voilà, hij is zo heel droevig en zo. En ja, mijn turtle, ik dacht van misschien is hij naar omhoog geduwd door die boom of zo. Nee, want die boom heeft hem gewoon kapot gemaakt. Dus ja, als je ooit een turtle hebt, laat er dan geen boom doorgroeien, hè. Ik stel voor dat we nu allemaal 1 minuut stil te houden. Ter ere van mijn turtle. Oké, genoeg. Zevert. Deze is mijn andere turtle. Ik heb die iets nieuw laten doen. Tree form heet dit. Die zet een sapling, bone meal en dan... Plop. Wie gaat die naar omhoog en maakt die dat kapot? Ik heb terug first tree saplings gebruikt omdat ik daar gelijk een 15 stacks van heb ofzo. En omdat die ook mega hoog groeien in vergelijking bij de normale bomen. Deze jongen raapt die saplings dan op en steekt die dan in dit barrel. Ik ben ook fucking hard bezig met bees en frames, kom terug. Maar wat ik jullie vandaag eigenlijk wil laten zien. Wat ik hier kwam doen, hier, is planken halen. Voilà. Goed bezig, Martijn. Dus, boom.
Boom, planken. Die mogen terug. We gingen een transposer maken en een relay en dan gaan we onze quarry aanzetten. Want ik heb vrij veel resources nodig voor de dingen die ik wil bouwen. En ja, dus volgens mij was het hier planken en dan cobblestone. Ah. Ik heb ook mijn drill geenchant met efficiency en breaking en silk touch. Dus vandaar dat ik zo smooth stone heb. 1, 2, 3, 4, 5. Oké. Ik kan dus totaal niet tellen blijkbaar. Maar dat boeit niet. Voilà, één transposer. De transposer daar. Buffer daar. En dan een wafer. Planken en twee cobblestone. Aha. Bahaha. Komt het uiteindelijk nog goed uit dat ik die cobblestone had meegepakt. Moha. Winning. Oké, we hebben nu een relay. Dat we direct weggooien. Niet zo goed. Plap. Oké. Op naar de storage system unit stuff. Dus... Param. Dus ja. Klap. Dat is niet hoe dat ik het wil zetten. Misschien kan ik dat wel wrenchen of zo, maar pff. Ik ga het gewoon zo goed zetten, dan is dat ook wel in orde, denk ik. Plap. Als ik nu hierop kan staan. Ja, oké. Plap. Oké, en nu als ik dit hierin gooi, pff, wordt dat hierin geschoten en dan komt dat in. Dan komt het er daaruit, dus ik heb het verkeerd gezegd. Lol. Zo. Voilà. Als ik nu dingen. Datzelfde stukje zand hierin gooi. Plap, wordt dat uitgestuurd en gaat in het eerste barrel in. Als ik nu. Iets in deze chest gooi, bijvoorbeeld een stone en een dirt. Nat zand ook trouwens. Dan zien jullie dat de smoothstone naar hier gaat. De dirt gaat naar hier in deze hopper kruipen. De zand gaat ook door. Blijkbaar. En nu hoop ik dat dit langs onder kan, anders moet ik dit nog naar recht naar omhoog en dan moet ik dat nog wat aanpassen. Tada! Dus anyway, zo gaan dus alle ores hierin terechtkomen, alles wat ik kan mijnen. Dat zijn 12, 24 barrels of zo, denk ik, als ik mij niet vergis. En als ik mij wel vergis, ja dan, zo wat, hè. Allee, ik bedoel, zo erg is dat niet, hè, dat ik mij vergis. Had ik niet zand ook hierin gestuurd? Waar is dat zand naartoe? Nee, blijkbaar niet. Dan vergis ik mij gewoon. Oeh, wat de. Oké, dit ding moet wel werken eigenlijk. Hup, hup. Werkt dit nu nog? Ja, oké, het werkt. Check. Dan ga ik nu even naar mijn quarry om die aan te zetten. Waar is mijn quarry nu weer? Check. Volgens mij was. Volledig aan de andere kant. Dus ja, anyway, ik bedoel, die filler is echt wel nog een briljant ding. Misschien maak ik er wel nog een tutorial over of zo, als jullie dat interesseert. En als jullie dat niet interesseert, ja, dan interesseert jullie dat gewoon niet. En dan moet ik daar niks over doen, hè, want jullie gaan daar dan toch niet naar kijken, hè. Ah ja, hè. Anyway, ik wil vandaag nog één ander ding proberen doen. En anyway, dit is dus mijn quarry setup. Dus dat zijn 3 electrical engines, 3 solar panels en dan gewoon een ender chest naast mijn quarry. Ik heb ze al even laten draaien zodat alles weg was en dat jullie meteen kunnen mijn quarry systeem in actie zien. Dus die quarry is nu direct aan het gaan. Dit hier wordt leeggepompt. Oeh, shit. Die gaat wel vrij snel. Misschien moet ik een extra engine, een extra redstone engine aan die andere ender chest zetten, want dit gaat echt wel snel eigenlijk, jongens. Dit gaat echt wel kei snel. Kijk, een gigantisch gat in de zee. Anyway, die gaat mij dus resources geven. Maar anyway, iets wat ik vandaag wou maken is de advanced jetpack. Zo, een jetpack, maar dan beter. Dus, eerst nog een tweede redstone engine
Pakken. Klak. Ja, ik heb een klein beetje gederpt en dan heb ik een heel klein beetje te veel stokjes gemaakt. Herp. Ik ben ook meer met bijen begonnen en ja, bijen zijn echt fucking awesome. Maar ja, daar ga ik voorlopig nog niet te veel over zeggen. Dat komt voor de volgende aflevering waarschijnlijk. Maar hebben we nog ruimte om hier een extra engine aan te zetten? Ja, dat hebben wij. Oké. Klik. Klik. Oké, dus hier gaat veel door. Kan die recycler aan? Daar moet ik misschien nog een paar overclockers voor maken, maar eerst ga ik slaapjes doen. Wacht, hè. Eerst nog even laten zien of dit echt wel werkt eigenlijk, dit systeem. Ja. Oké, ja, voorlopig werkt het nog niet echt, want het enige wat dat eruit komt is zand en cobblestone. Dus ja, jullie zien het nog niet echt. Dus anyway, ik ga gewoon bij jullie terugkomen als het slapen heeft, als het weer dag heeft. En als er hier wat andere dingen te zien zijn dan gewoon lege barrels en twee zand in een ander barrel. Dus tot zometeen. Alrighty mensen, en we zijn terug en we gaan een Advanced Electric Jetpack maken en dan eens gaan kijken hoe het met mijn sorting system zit. Dus waarom wil ik een Advanced Electric Jetpack? Omdat punt 1 hier kan... wel ambetant dat mijn muis over dit ding zit. Hoeveel nullen staan hier nu juist? 6 nullen, dat betekent dus 1 miljoen energy kan daarin, denk ik. Dat is dus een veelvoud van de 30.000 die er nu in kan. En ik kan die ook gebruiken als een batterij, dus als ik... omdat er een advanced lab pack in zit. Deze gaan we trouwens even demonstreren. Dus hoe kan ik hier iets opladen? Volgens mij heb ik hier nog iets zitten dat ik kan demonstreren om op te laden. Dus een padbox. Ik zal die hier gewoon random zetten. En ik doe dit. Oké, normaal gezien kan ik dit dan daarin leggen en dan charge dat. Maar omdat deze padbox te low tech is, kan ik dat niet doen. Ik heb ondertussen ook trouwens een ander dingetje gebouwd, een MFSU. Daar zit dus 100.000 power in, omdat deze jongen kan 8 electrical engines aan en hij moet er maar 3 poweren, dus ik had extra veel power over. En ik gebruik deze nu vooral om mijn equipment op te laden, omdat hier veel meer in kan qua power dan in die MFSU van die andere, en deze output ook op 512, dus die chargen veel sneller hier. Ja, maar wat ik dus ging doen is klak, een advanced electric jetpack bouwen. Dus daarvoor hebben wij glass fiber nodig, circuits, carbon plates en jetpack, een advanced lab pack die je maakt met een lab pack, een advanced circuit en een crystal, en dat maak je dan weer door een bad pack met lapis en een circuit, advanced circuit. En dat maak je dan weer door batterijen en zo. Anyway, dat hebben jullie dus ook weer gezien. Voilà. Even mijn schoentjes nemen. Plop, voilà. Dus, ja. Wat hebben we nodig? We hebben... Waarom doet dit altijd? We hebben dus twee engine boosters nodig. Dus, hoe maken we die? We maken die met advanced alloys, circuits, overclockers, 2 kilo stone dust en... overclocker upgrades en advanced heat fans die we maken met iron bars, normale heat fans en diamonds. Dus we hebben 4 normale heat fans nodig. Dat hebben we voor, daarvoor hebben we dus refined iron en iron bars nodig. Voilà. Damn. Moet ik weer even mijn refined iron gaan aanspreken. Ik heb wel een grote voorraad ijzer, maar ja, whatever. Dus dat is dan 4 heat vents. Hoe maak je ze advanced? Met een diamond en dan 6 iron bars, dus... Hup. 2 diamonds, want als ik af en toe eens in de grotten... keiveel diamonds, wil ik zeggen. Want als ik af en toe in de grotten ga, kan ik met dit ding alles silk touchen. En ik heb hier zo een Fortune 3 pickaxe liggen.
Dus dat zorgt ervoor dat ik bijna dubbel zoveel krijg. Allee, meer dan het dubbele krijg van alles wat ik heb. Dus dat is één advanced heat vent. En dat zijn er twee. Nu, hoe maak ik die booster engine? Dat was met close dus hier. Advanced alloys daar, daar en daar. En nu, een overclocker. Hier. En dan iets met twee circuits, denk ik. Yeah, booster engine. Klak. Fuck. Stummerik. Moet ik dat nog allemaal eens opnieuw doen? Dus twee dan circuits daar. Overclocker. Moet ze nog wel wat overclockers maken voor in mijn. What the fuck, computer, wat doet jij nu? Wat overclockers maken om in mijn. Voilà, twee engine boosters kan ik die stacken. Ah, dat is wel handig. Dus engine boosters. Daar. De lapback daar. De jetpack daar. Circuit daar. Carbon plate daar en dan glass fiber cable 2. Huh. 1, 2. Voilà. Wham! Advanced electric jetpack. Dus even checken hoe deze eruit ziet. Ja, die gaat nog. En deze is meteen gecharged. Even checken hoe deze eruit ziet. Oeh, yeah. Deze ziet er best wel cool uit. Oh. Fuck. Huh. Moet ik die aanzetten ofzo? Flight mode? Huh. Alrighty. Options dan maar. Controls. Mode switch key is 4. De gravity fly key is R. Aha. Ah nee. Oké, R dus. Aha. Woehoe. Oh yeah. En ik heb ook iets gelezen dat hij mijn tools recharge. Dus zoals jullie zien, 1500. Ik heb iets gebroken, 1500. Dus dit ding recharged gewoon mijn tools. Hover mode. Hover mode af. Jetpack af. En dan gaan we eens lopen. Alright, dus deze jetpack gaat ons nog langer helpen in de lucht te blijven. En ook onze dingen rechargen en zo. Als een echte ding. Wat hebben we nu ondertussen hier allemaal al? Gewoon 35. Lol, deze wordt niet geüpdate of wat? Lol, die barrels worden niet geüpdate. Dat is wel kut aan mijn tand. Dat ik niet zie wat hier allemaal in zit. Dat is echt hartstikke ambetant. Dat is kei ambetant. Hebben we al overflow? Ja, toch wel al redelijk wat overflow. De scrap wordt ook niet gebruikt. Dus ja. Hoe maak je een overclocker upgrade? Dus een circuit coolant cells en coolant cells was tin rond een water bucket of glass bottle ofzo. Dus dan gaan we drie overclockers maken. Als we het niet vergis hebben we hier nog wel glass bottles liggen. Dus 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oei, shit, die stacken niet. Fuck. Oh. Voilà. Dat gaat wel even wennen worden dat ik dat moet doen. Dus check engine off. Hoeveel circuits hebben we nog? Niet genoeg. Hebben we nog electrum ingots, voilà. Dat is al goed. Voert. Ja, we hebben echt wel weinig koper, dus daarom dat we die. Au. Shit. Dat gaan we echt wel even winnen worden. Dus, tin ingots zijn we ook vergeten. Maar voorlopig hebben we eerst 2. Gewoon deze hier dan. Ah, we hadden hier nog koper liggen. Fuck man. Boom. Chaka. En dan nog eens zoveel, omdat ik
Wacht, nee, volgens mij heb ik die niet. Ja, toch wel, ik heb die wel nodig. Gewoon deze copper dan gebruiken. Voilà. Dan. Hup. Zo. Boom, circuits. Nu moeten we coolant cells maken, dus die maken we met waterbottles, denk ik. Oh man, dat is echt aan het hand, coolant cells. Heb ik geen tin meer liggen hier? Iron bars mogen weg. Tin, 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 tin. Volgens mij is dit tin. Jee. Hi. Ah, oké. Okay. Ik heb niet opgestapt. Oké. Auw. Dat is echt wel verschrikkelijk om het dan te eigenlijk. Dus plop, plop, plop. Coolant cell, yes. Oké, okay, dus die tin mag nu weg. Nu heb ik coolant cells daar nodig. Dan gewoon een circuit daar. En dan dat. Oké, circuits daar, dat mag hier. Ik heb een waterbottle te veel gemaakt, dus dat mag ook even hier. Dus dan kan ik dit doen, dan dit. Ah nee, wacht, ik heb gewoon een coolant cel te weinig gemaakt. Dat kan ook natuurlijk. Voilà. Zo, zo en dan. Oké, okay, voilà. Even slaapjes doen. En nu gewoon mega snel terug, want daar zal al van alles aan het overflowen zijn. En we zijn weer onze jetpack vergeten. Gelukkig hebben we deze schoentjes. Wham. Nu zou hij wel beter moeten kunnen werken. Oh, shit. Dat was ik even vergeten. Dus hier zit nog niks in. Dus klei en zand, dat is wel goed al. Ik hoop dat die wel updaten. Eens ze erin zitten, dus even checken. Gewoon smoothstone hierin gooien. Ah, oké, ze updaten wel. Never mind. Ja, dus anyway, dit was het zo'n beetje voor vandaag. Dus even checken, komt er hier bij, hoe zit het? Nee, hier gaat het gewoon langzaamaan af. Deze werkt snel genoeg. Maar waarom wordt deze niet leeg gemaakt? Volgens mij is Bob, onze jongen die verantwoordelijk is voor de matter fabrication, een klein beetje aan het tamzakken. Nee. Auw. Ja, ik heb een klein creeper ongelukje gehad hier beneden. Ik was hier aan het XP verzamelen en ineens kwam er van achter mijn creeper. Dus ik weet niet of hij uit mijn spawner geglitcht is of hier ergens een donkere plek was. Waar hij kon spawnen, maar ik weet het niet. Er zijn wel nog wat plekken waar een creeper zou kunnen spawnen. Daar bijvoorbeeld ofzo. Of, ja, ik weet het niet. Misschien hierboven ofzo. Anyway, het was vrij ambetant, want ik ben mijn brain in een jar kwijt. Mijn turtle heeft het gelukkig overleefd en mijn bookshelves waren ook een beetje ontploft. De chance dat ik hier niet stond, want dan waren al mijn enchanted books en zo eraan. Maar anyway, dus tip van de dag, zorg dat je jetpack in fly mode staat voordat je ergens afspringt. Of ergens probeert over te springen, want je kan voor een akelige verrassing komen te staan. En wat ging ik dan nog doen? Ik ging nog iets doen, denk ik. Ik weet het niet. Hier, voilà. We gingen hier kijken. Ja, ik heb een barrel hiervoor gemaakt, want we hebben wel genoeg. En uiteraard, jij hebt niet genoeg. Het ding is, geen plek. Misschien moeten we hier binnenkort ook wel iets zetten. Want, wow. Dus, hij gebruikt deze chest ook. Voilà, dat is ook in orde. Mijn grasveldje. Dat is ook in orde. Dus, dat is zo ongeveer alles wat ik voor vandaag voor jullie heb. Dus, ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. Dit is dus mijn voorlopige opslagsysteem. Wel, dit niet, maar moment, we zullen daar afsluiten.
Misschien is hij gewoon hier gespawnt. Nee, dat is veel te ver van hier te spawnen dan. Anyway, dit is dus mijn opslagsysteem. Het werkt voorlopig wel perfect, omdat er nog maar twee dingen in de opslag zitten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het is eigenlijk een vrij normale en goedkope setup ook deze. Dus hij werkt vrij handig. Dus ik hoop dat jullie het zo'n beetje leuk vonden vandaag. En dan zeg ik comment, like en sub. En tot later.